Dag, ik ben Frank Janmaat. Ik ben werkzaam bij de firma Evers Agro uit Almelo. Daar bouwen wij verschillende grondbewerkingsmachines en ook graslandverzorgingsmachines. Hier staan we bij de graslandbeluchter, de 3 meter variant. Deze machine heeft 24 messen op een meter, 4 messen per rotor. En deze kan een bodemverdichting ondiep opheffen tot 18 centimeter diep maximaal. Het levert op dat er meer zuurstof in de grond komt en dat de plant betere voedingsstoffen kan opnemen, waardoor je een betere grasmat hebt en zorgt voor goede groei in je weiland. In dit geval hebben we er nog extra gewichten op gemonteerd, zodat die makkelijker de grond in kan. Als je hele zware bodemverdichting hebt, dan zul je zien dat die moeilijk de grond in wil. Daardoor plaatsen we extra gewichten. Ook is het mogelijk om in de hefrichting van de machine een gewicht te monteren om hem makkelijker de grond in te kunnen laten gaan. Maar je kunt met deze hefrichting ook een volgende werkgang combineren, bijvoorbeeld met een graszaaier met zaaimachine, zodat je in één werkgang ook eventueel graszaad kunt doorzaaien. Dit is de 3 meter machine, maar we bouwen ze tot maximaal 9 meter breed. Ik heb hier ons haddocksmes in de hand met twee scherpe kanten hier en daar. Hier snijdt hij zich erin en hij snijdt zich hier eruit en daardoor heb je een optimale bewerking van je grasmaat. Je kunt in principe de machine het hele jaar rond inzetten. Wat je waarschijnlijk gaat zien in de praktijk is dat hij in de zomerseizoen wordt gebruikt. Meestal als de koeien hebben geweid buiten en ze gaan naar de drinkbakken toe, daar zit een ondiepe bodemverdichting toch. En dan kun je met zo'n machine perfect oplossen.